geleden spraken wij producent Sam Verhoeven van Judas Theaterproducties over zijn nieuwe prestigieuze project Lelies, naar de film Les Fluettes. Het is nu een jaar verder en we zijn nu in Antwerpen en we gaan het nu met eigen ogen zien. De première van Lelies. Er zijn al een paar try-outs geweest. De reacties waren veelbelovend. Hoewel, ik heb ook een beetje kritiek gehoord. We gaan het weten. Vandaag, Lelies. Eén nacht wil niet verdwijnen. Eén moment bepaalt mijn leven lang. Hoe ik op mijn hersens pijn. Ja, nu is het zover. Hoe sta je tegenover een van de meest grootscheepse operaties van Judas? Ja, met een, zoals dat wij het hier noemen in Vlaanderen, met een grote ei in mijn broek. maar je laat ons toch niet op de honger? Dat is niet de bedoeling. Je geeft er toch wel een lap op? Dat is maar ik heb niet veel te doen vanavond. Ik kan weinig meer doen. Maar we hebben 5 geweldige try-outs gehad. En de reacties van het publiek zijn heel hard verwarmend. Zijn heel positief. Dus ja, we kunnen alleen maar het beste hopen. Ben je nerveus? Heb je vertrouwen? Ik heb er vertrouwen in. Ik ben sowieso nerveus. Want het is een belangrijke avond natuurlijk. En ook voor ons en ook voor de ploeg. We merken dat iedereen er ook met hart en ziel aan werkt en gewerkt heeft en dat ook volledig beleeft. En dat, ik heb wel vertrouwen, maar er is wel stress. En we merkten wel dat men het zou smaken. Maar dit was mindfucking heavy. Ja. Jezus, dat hadden we echt niet verwacht. It's amazing. It's amazing and really, really moving. It's kind of a new generation of the play. It's a new form. And it's like, from my point of view, it's like the character of a new life, an extension of their soul. I'm really thrilled, I'm really surprising. Meneer Bouchard heeft jou een kant-en-klaar toneelstuk afgeleverd. Je hoeft alleen maar wat liedjes ertussen te plannen. Dat zou je denken. Nee, dat was echt niet zo bij deze voorstelling. Wat wij gedaan hebben is, ik heb allereerst heel erg gefocust op het toneelstuk. Maar het is een vrij talig stuk. Er zitten heel veel monologen in. En Bouchard heeft ook de film gemaakt, heeft ook het filmscript geschreven. Dus dat was heel leerzaam om te zien hoe hij met zijn eigen stuk in het achterhoofd daar weer mee om is gesprongen. Nu maakten wij theatraal een hele andere vertaalslag. Wij houden het in de gevangenis, in de film zoeken ze een bepaalde realiteit op. Maar uiteindelijk gaan we wel op zoek naar iets wat voor ons passend is. En ook wat voor musical theater passend is. Eén nacht wil niet verdwijnen. Eén moment bepaalt mijn leven lang. Hoe ik op mijn hersens pijn. Ik zie nog altijd veel te weinig samenhang.
hebt de film ontdekt en het meegegeven als idee aan, aan Sam. Inderdaad, ik heb er gelijk bij gezegd. Als er ooit een productie van komt, dan sta ik erin of ik sla je op je smoel. Midden erin. Tijdens Ganesha hadden ze me gevraagd of ik mee wilde spelen. En natuurlijk, van onmiddellijk als ik die film zag, als ik dat verhaal hoorde, heb ik onmiddellijk ja gezegd. Toen dacht ik nog dat ik voor de rol van Valier zou gaan. Uiteindelijk is dat dan nog veranderd. Ik had van, I don't care, zolang dat ik er maar in kan zitten. Ik bedoel dat niet beledigend, maar als ik uw gezicht zie, zie ik meteen een bisschop voor me. Ja, ja, maar... Zag u dat ook in de spiegel? Ja, absoluut. Nee, ik had ook wel doorgezien mijn gezegende leeftijd. Dat er was maar één rol voor weggelegd voor mij. Ja. Maar die wilde ik ook heel graag. Ook al is die rol heel zwaar, want u moet vooral kijken. Ja. Opent de film, het stuk, en u eindigt het stuk. Voor de rest moet u kijken. Kijken, ja. En dat is best moeilijk. Wat ik mij niet gerealiseerd heb, is jouw grote aandeel in het stuk. Ja, ja, het is heel veel. Dat had je me niet verteld. Had ik jou dat niet verteld? Het is best veel. En dat was in het begin ook echt hetgene waar ik niet tegen opkeek. Maar wel zo, het was echt een berg dat ik zag voor mij. Ik dacht van, ik moet over die berg geraken, ik moet op die berg geraken. Waar haalt u het plezier vandaan, van anderhalf uur kijken? Omdat het heel mooi is wat mijn collega's doen. Ja. En omdat het een mooi verhaal is waar ik me dan als personage kan in verplaatsen. Dus ik heb niet het gevoel dat ik echt moet werken. Ik ben wel heel moe aan de voorstelling. Ja. Maar ik glijd er zo in. Ja. In al die frustraties van die man. Die pijn van die man. Die jaloezie van die man. Die liefde van die man. Wat hij niet krijgt. Het is heftig. En dat is elke avond wel... Het is niet dat je naar huis gaat en dat je denkt van... Nee, het is wel... Na die voorstelling voel je dat ook wel, dat je die voorstelling hebt gespeeld. Maar ik geniet er ook ontzettend hard van. Gewoon om alles uit te proberen en om vooral te spelen. Want dat is in deze musical toch wel een van het belangrijkste element. Gewoon het spel. Als liefde brandt als een felle vulkaan. Als liefde straalt als de zon en de maan. Als liefde lacht, de liefde zweeft. De liefde danst, de liefde leeft, dan houdt alles op met bestaan. Ik heb velen voor jou gesproken over dit stuk en ze hebben me op mijn hart gedrukt. Ook al gaat het om de liefde tussen twee jongens, het gaat over liefde, niet over homoseksualiteit. Dat lukt je toch niet? Het eerste wat opvalt is toch dat we twee mannen verliefd op elkaar zien worden. Ja, jou opvalt, het zegt meer over jou dan over ons, hoor. Ja, werkt dat? Nee, tuurlijk. Absoluut. Het werkt absoluut zo. Af en toe wordt er gezegd, ja, het is weer een gay ding. Maar voor mij is dit geen gay ding. Dit is over de allesomvattende liefde die zo moeilijk te vatten is. Ja. En dat greep mij aan. Ja. Misschien omdat ik toen ik hem zag even in een diepje zat met mijn liefdesleven, weet ik veel. Maar ik was helemaal flabbergasted. Het is een stuk wat gaat over liefde in de breedste zin van het woord. Waar ik zo blij mee ben in deze voorstelling, wat dit verhaal op het gebied van homoseksualiteit anders maakt dan andere verhalen, is dat de meeste stukken die met dit soort problematiek omgaan, gaan over één persoon die ontdekt dat hij die gevoelens heeft. En door het hele stuk heen ontdek je eigenlijk zijn struggle om dat aan de wereld bekend te maken en om eventueel geaccepteerd te worden. Ja. Wij hebben eindelijk eens een hoofdpersoon die het wel oké vindt. He's fine. Hij vindt het goed. Het is eigenlijk geen probleem. Het is eigenlijk de buitenwereld die het probleem creëert. Maar hij helemaal niet. En zo is hij, grootstedelijk als hij is omdat hij uit Parijs komt, helemaal niet opgevoed. En dat vind ik heel erg plezierig daaraan. Voor mij is eigenlijk het allerbelangrijkste de relatie tussen Valier en zijn moeder. Ik vind het ook heel fijn om een moeder te spelen. Ja, echt heel fijn. En die band heb ik ook, niet de moederband, maar een soort van band. Een soort van moedergevoelens heb ik ook wel met Matthew, die mijn zoon speelt. Daar is helemaal niks aan gespeeld of geacteerd. Zo voelt het ook echt voor hem. Jou kenden we al een beetje. Nou ja, niet zo uitgebreid als in deze voorstelling. Voor mij was totaal nieuw Leendert de Vis. Nou, petje af voor zijn solo. Feliciteren, je had een van de hoogtepunten van de show. Waarom ben ik...
Maar sinds van mijn rol is het een hoogtepunt. Maar de bescheidenheid siert je, maar kom je daarmee ver in musicalland? Dat valt af te wachten, hè. Ja, precies. Ik hoop dat het publiek heel enthousiast was, ja? Maar aan het applaus te horen, ja, dat was fantastisch om dat te mogen ontvangen. Lerert is een hele leuke jongen, een hele down-to-earth jongen. En altijd plezier en op de planken en daarnaast. Het is altijd één grote dolle boel. Maar nou ja, dat is ook typisch Belgisch gewoon, ja? Dat heel bescheiden zijn. Het is echt opvallend dat Belgen zich heel vaak gaan wegcijferen, ja. Ik merk dat nu ook omdat ik even in Nederland heb gezeten. Daar, in begin de eerste week, was ik ook helemaal dit en van, oh, dit is de mentaliteit. En dan ga je aan aanpassen naar die jaren. En Nederlanders zijn gewoon meer zelfzeker, ja, dan Belgen. Je moet natuurlijk als acteur wel ervoor zorgen dat je opvalt. Maar iemand als Leendert, ja, die hoeft niet extra op te vallen, want hij valt gewoon op met zijn talent. Ik zal je naam onthouden, ook al speel je straks weer een biggetje bij K3. Het was een minderhaas. Oh, het was een prachtige avond, dank u wel. Ik heb jou herontdekt vanavond. En tot Saturday Night Fever in februari. Is dat in februari? Ja, dan is het al.